Maar dit is echt knap. Goed, hè? Ja, ik was echt in shock. Oh, jongens, ik hou niet zo van klagen, maar ik ben toch echt niet gemaakt voor deze hitte. Het is niet onze dag, hè, Jul? Toch? Het is hier een beetje een chaos. Maar ze sloepert gewoon zo'n half potje al leeg. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik drink even een bruis met je vitamine C. Mm. En ik ga ontbijten. Ik heb gisteren iets gevlogd. Het is namelijk dinsdag. Heb je niet je tas gevlogd? Nee, nog niet. Ik ga mijn tas nu laten zien. Oh, ik heb gisteren iets heel leuks gedaan. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk helemaal in mijn eigen element zitten. Dus ik ga niet vloggen. Maar ik heb zelf een tas gemaakt. We hebben dat gedaan bij een plekje in Friesland. Volgens mij heette het dorpje Nij-Altenau of zo. En het winkeltje waar we het hebben gedaan heet Bij Hinke. Het is niet gesponsord natuurlijk. Want mijn schoonzusje die had bij iemand een tas gezien. En die had gezegd, oh wat heb jij een leuke tas. En toen zei ze, ja die heb ik zelf gemaakt. En toen zei mijn schoonzusje, oh dat wil ik ook doen. En toen vroeg ze mij, wil je mee? Ik zei, nou, ik wil heel graag mee. Maar dan kun je dus sowieso, ze verkopen leren tassen. En ze maken dus leren tassen. Je kunt je leren tas daar kopen. Je kunt hem ook helemaal op maat laten maken. Dus helemaal jouw kleurtjes en zo uitzoeken. Alles wat je maar wil. Maar je kunt dus ook een workshop doen en hem zelf maken. En ik zat heel erg te twijfelen van wat voor kleur tas ga ik maken. Ik dacht eerst beige, want ja, ik heb alles altijd beige. Maar toen dacht ik, ja, als je hem zelf gaat maken, dan kun je hem natuurlijk zo maken als dat je wil. En ook zoals je hem niet in de winkel kan kopen. En dat heb ik gedaan. En kijk, ik heb deze tas gemaakt. Natuurlijk met hulp, hè. Maar ik ga hem even, hoe kan ik hem goed laten zien? Oh, Olivia komt er ondertussen aan met de kinderwagen. Ik ga jullie even hier neerzetten. Kijk. Hoe leuk. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Waarschijnlijk niet zoveel van jullie. Want anders kan je zoiets wel in de winkel kopen. Maar echt. Een ritje zit erin. En hier een vakje. Maar echt gewoon vakwerk, hè? Ja, vakwerk, hè? Sven was helemaal verbaasd. Ja, ik heb dus op de vrije school gezeten. Ja. En daar heb ik dus ook wel eens mooi, een tas gemaakt. Een beertje heb jij, hè? En daar heb ik toen echt lang over gedaan, zeg maar. Want wij deden dan handen af, right? Ja. Dat deed ik echt lang over. En toen had ik een of ander... Vot. Ja, vottasje. Wel heel lang mee gedaan. Maar dit is echt knap. Goed, hè? Ja, ik was echt in shock. Kijk, hier achterop zie je waar ik het heb gedaan. Bij Hinke heet het. Het is echt heel leuk. Ik hou sowieso van die kleine bedrijfjes, zeg maar. Van mensen die gewoon een passie volgen en gaan doen. Nee, dit is dus. Ik vond het echt heel leuk. Dus wil je een workshop doen met. Je komt nog maximaal met z'n vieren. Dus of met z'n tweeën of met z'n vieren. Of met z'n drieën natuurlijk. Dan kan ik dit echt aanraden. Ik kan het natuurlijk ook nog korter maken, want er zit ook gewoon zo'n ding aan. Maar ik ben zo blij met mijn tasje. En ik heb gepast, mijn camera past erin. En dan kunnen ook mijn portemonnee en mijn telefoon er nog bij. Echt heel blij mee. Het is vandaag weer heel warm. Ik film even zo, want dan krijg ik er niemand op. Dus we zijn lekker naar het strand gegaan. Ik ben met een vriendin en haar twee zoontjes. En Olivia en Juliette. Olivia is nu lekker aan het spelen. En het zoontje van mijn vriendin die is hier voor aan het spelen. Die hou ik in de gaten met Juliette samen. Hallo lieverd. Ik ben lekker gespeeld. Zo, dat was heel leuk. Maar ook hard werken met twee kids. We zaten natuurlijk allemaal helemaal onder het zand toen we thuis kwamen. Dus ik ben met z'n allen even in bad gestapt. En nu ligt Juliette op bed. Olivia ligt hier naast mij. Ik heb wat biecht te kijken. En we gaan lekker de broodjes eten die we nog over hadden in bed. En lekker even chillen. Want ik hoop eigenlijk dat deze mevrouw ook een beetje in slaap valt. Want volgens mij is ze echt kapot. Ik ga lekker lezen in mijn boek. Die heb ik ondertussen bijna uit.
En Olivia is Peppa Pig dus aan het kijken. Oh, jongens, ik hou niet zo van klagen, maar ik ben toch echt niet gemaakt voor deze hitte. Vroeger kon het nooit echt warm genoeg zijn, maar sinds mijn bevallingen kan ik echt de hitte niet meer aan. Maar goed, we gaan wel naar buiten. Wat zei je? Je mag er ook even in. Ja, ik ga even een lekker zwembroekje aan in het fonteintje. Poedelen. Heb jij sleutels? Top. Maar goed, Sven is al thuis. Het is nu 4:30 of zo. We zijn nog even naar een soort van waterbak gegaan bij ons in de buurt. We hebben de kleed meegenomen. Daar ligt Jultje lekker op in de schaduw. En Olivia die staat met haar voetjes in het water. Heerlijk. We hebben ook een bootje meegenomen en eendjes. Dus die kunnen lekker drijven. Lekker in water ploeteren. Zo, 5:30. In deze Nederlandse familie zit sharp op tijd aan de avondmaaltijd. We hebben een burgertje. Ik deel met Olivia. En we hebben rauwkost, want het is veel te warm. En aardappeltjes. Ja, ik ben uitgeteld. Ik ben echt... Ja, het is niet onze dag in Jul. Toch? Je hebt wel lekker geslapen, hè, vanmiddag. Vanmorgen kon ze natuurlijk helemaal niet goed slapen. Maar vanmiddag heeft ze dat even ingehaald. Ze heeft 3 uur of zo geslapen. Dus nu kan je weer even lekker wakker maken. Heb je nou een ventilator op ons gezet? Ja. Schatje ben je. Goedemorgen. Het is woensdag. De meisjes zijn naar de opvang. Sven die heeft de hele dag werk in Nijmegen. Die gaat een dag met iemand golven in Nijmegen. En ik ga aan het werk, maar ik heb niet de hele dag werk. Dus ik ga ook even wat dingen in huis doen. Want ik ga het even laten zien. Het is hier een beetje een chaos. Dus ik ga hier in huis even opruimen. En wat schoonmaken, want de schoonmaakster die is 3 weken op vakantie. Heerlijk voor haar, maar dan moet ik toch even zelf flink wat meer doen. Wat overigens echt een luxe probleem is waar ik me heel goed van bewust ben. Maar ik ga nu dus eventjes opruimen en schoonmaken. Oh, en ik had een rok aan, maar ik heb hem lekker in een heel simpel zwart kort broekje. Wat overigens veel te kort is. Dus ik ga nu eventjes, ik ga Daphne vragen of ze het volgende beeld wil versnellen. Maar waarschijnlijk zie je mijn halve kont eronderuit komen en zo. Nu gaan jullie er allemaal op letten. Goed, dit had ik helemaal niet moeten zeggen. Ik kan deze clip natuurlijk verwijderen, maar dat ga ik niet doen. Dus goed. Je weet wat er gaat komen. Ik ga lekker opruimen. Vanmiddag ineens inspiratie om nog weer om een podcast op te nemen. Dus dat heb ik gedaan. En nu ben ik even aan het koken, tenminste aan het snijden. Pokeball, sushi bowl ben ik aan het maken. Er zit in avocado, radijs, komkommer en zalm. En dan heb ik hier nog rijst gekookt, basmati rijst. Minder vezels dan zilvervliesrijst, maar ik vind het wel een stuk lekkerder met basmati rijst. Dus ik doe het met basmati rijst. Zit er overigens genoeg vezels in van de groenten en zo. Dus ik vind het niet zo erg en ik eet wel andere volkoren producten. Dus ik kies hier dan gewoon voor de smaak. En ik ga nog eventjes wat mayo, of eigenlijk frietsaus, mengen met gember. Ik heb zo'n potje gehakte gember. Dat gaat er dan overheen. En dan hebben we een heerlijke pokeball. Een recept heb ik trouwens afgeleid uit... Oh, wacht, ik moet niezen. Uit eentje van
HelloFresh die ik ooit gehad heb. Trouwens, een feitje over mij. Ik kan niet stil niezen. Kun jij stil niezen? Sven heeft dus, zich dus aangeleerd om te niezen zonder geluid. Nou, als ik dat doe, dan knalt mijn hoofd uit elkaar voor mijn gevoel. Dus ik kan niet zachtjes niezen. Kun jij dat? Laat even weten. Volgens mij kunnen niet zoveel mensen dit. Ik ben Juliette peren aan het geven. Ze kreeg net een potje op de opvang toen we aankwamen. Sven en ik hebben de meiden opgehaald. Wauw, dat is lekker hè. Ze waren net begonnen met potje geven, dus we hebben het potje meegekregen. En nu zegt, maar ze sloepert gewoon zo'n half potje al leeg. Ja, ze doet het nu wel goed hoor. Ze zegt, ze heeft door dat ze echt hapjes moet nemen. Kijk nou hoe lekker ze het vindt. En ze zoog net ook naar binnen. Ja, maar ze zegt, ham, 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 ham. Je kan zo goed eten, mop. Lekker hè, eten. Oh, zo lekker hè. En ze grijpt mij ook vast. Dus ze grijpt dat labeltje zo vast. Ham. Zo goed. Ham. Ja, lekker. Ja, want vorige keer kon ze het gewoon nog niet. Oh ja. Het is 8:00 en ik verbaas mezelf. Ik ga nog even een 20 minuutjes benen workout doen. Avondsnack, 2 krakotcrackers. Nee, die zijn niet voor jou. Hey. James is gek van smeerkaas. Eentje met smeerkaas en eentje met speculoos. En druiven. En Olivia noemt speculoos altijd pepernootjespasta. Want ik heb 1 keer pepernootjespasta gehaald. Toen voor een proefvideo. En dat vond zij toen heel lekker. Sindsdien wil ze dat altijd. Nou ja, het is nu natuurlijk niet meer te koop. Dus nu halen we speculoos en noemen we het pepernootjespasta. Ik zit hier in het donker de beelden te uploaden. En ik bedenk me ineens van, oh, ik heb de vlog helemaal niet afgesloten. Dus dat doe ik even met mijn telefoon. Want mijn SD-kaart zit al in mijn laptop. Maar ik zie ook een aantal vragen staan bij de vorige vlog. Dus ik dacht, oh, dat is misschien wel even leuk om nog te beantwoorden. Sophie vraagt, hoe oud is Juliette nu alweer? Juliette is bijna 6 maanden alweer. 23 augustus is precies 6 maanden, want ze is 23 februari geworden. Wanda vraagt, liep Mauki Poes ook wel eens met jullie mee? Nee, echt nog geen enkele Mauki Molly niet. Loopt nooit met ons mee het rondje naar de schaapjes. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. Wel gezien bij anderen dat poezen dat wel eens doen, maar nog nooit zelf meegemaakt. En ik vind het echt zo schattig. Even kijken hoor, zijn er nog meer vragen? Volgens mij niet. Oh, ik krijg heel vaak de vraag trouwens waarvan mijn draagzak is. Die is van Artie Pop. Verder staat er denk ik geen vraag bij. Nee. Nou, mocht je wel nog een vraag hebben, laat me weten. Dan probeer ik ze het ook eens eventjes te beantwoorden. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken. Ik heb het heel warm van de workout net nog. En van dat het sowieso warm is. Het is nu wel een beetje aan het afkoelen vanavond doordat het heeft geregend. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Niet gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. Want ik was altijd enorm fan van de warmte. Maar nu dus niet echt meer. Nou goed, wie herkent dat trouwens na zijn bevalling? Dank jullie wel voor het kijken en graag tot in de volgende. Doei doei!